Welkom bij Sensation Massage Praktijk. En leuk dat je weer kijkt. De zenuwen gieren door mijn lijf heen. Die uitspraak, die ken je denk ik wel. En hoe dat dan voelt, is voor iedereen anders. Misschien heb je een brok in je keel, of voel je je hart bonzen in het borstgebied, of heb je een knoop in je buik. Hoe je daarmee om kan gaan en hoe je met ademhaling daar iets aan kan veranderen, daar ga ik vandaag een video over maken. Voel je spanning in je lijf? Sta dan even stil. Neem een moment rust. Even pas op de plaats en focus je aandacht op je ademhaling. We gaan nu op drie verschillende manieren uitademen. En we beginnen met het uitademen door de neus. Adem rustig in door je neus. En adem ook weer uit door je neus. En adem weer in door je neus. En adem weer uit door je neus. En adem weer in door je neus. En adem uit door je neus. En als het goed is, dan voel je nu de ontspanning vooral in het keelgebied. Als tweede gaan we uitademen door de mond. En heb het idee dat je een taart hebt waar kaarsjes op staan. En heel zachtjes blaas je de kaarsjes uit. Adem in door je neus. En blaas de kaarsjes uit. Adem rustig in door je neus. En blaas nog meer kaarsjes uit. En adem in door je neus. En blaas de allerlaatste kaarsjes maar weer uit. En als het goed is, dan voel je nu de ontspanning vooral in het borstgebied. En de derde manier van uitademen, je ontspant je kaken, je lippen gaan wat van elkaar af, kiezen zijn van elkaar af. En je laat de lucht als het ware zachtjes ontsnappen. Een soort van A, maar je hoeft de letter A niet te zeggen. Adem rustig in door je neus. En laat de lucht zachtjes ontsnappen. Uit je mond. En adem weer in door je neus. Ontspannen kaken en lippen en laat de lucht maar weer ontsnappen uit je mond. Adem in door je neus. En laat de lucht weer langzaam leeglopen weg uit je buik. Want bij deze laatste ademhaling voel je de ontspanning vooral in de buik. Leuk dat je vandaag met mij mee hebt gedaan met deze ademhalingsoefening. En als de zenuwen nog eens een keer door jouw lijf heen gieren, dan hoop ik dat je terug kan vallen op deze ademhalingstechnieken. Volgende week heb ik natuurlijk weer een nieuw onderwerp, dus hoop ik je weer te zien. Wil je geen onderwerp missen, kan je natuurlijk altijd gratis lid worden van dit YouTube-kanaal. Ik zeg voor nu dan maar tot volgende week.